Wageningen kermt nog steeds onder de gevolgen van de extreme wateroverlast na hevige regenval de afgelopen weken. Het water trekt nog maar langzaam weg in bepaalde delen en bewoners kunnen niet in hun huizen blijven. Het Rode Kruis heeft deze personen ondergebracht in een lokale openbare school totdat zij terug naar huis kunnen. Onze redactie was dinsdag ter plekke voor een verslag en vernam dat de Wageningers afhankelijk zijn geworden van sociale organisaties, aangezien zij niet in staat zijn in hun basis levensonderhoud te voorzien. Mariska Somopawiro is vertegenwoordiger van het Rode Kruis en zij vertelt meer over de opvang van de slachtoffers van de wateroverlast. Nu hebben we daar 4 gezinnen die zich dan voorlopig nog daar blijven, omdat hun woning nog, het was onder water, maar nu bij het wegtrekken van het water, ze dan nog heel veel moeten gaan schoonmaken en dergelijke. Dus ze zijn nog daar en ze hebben het goed. Ze hebben dan in de shelter van ons gehad een stretcher waarop ze kunnen slapen. Ze hebben ook hun eigen spullen ook kunnen meenemen. En ook een kokerij, dat ze dan daar ook comfortabel kunnen zijn. Hoeveel gezinnen waren in totaal geaccommodeerd op die plek? In totaal hadden we 9 gezinnen. Field officer van het Rode Kruis, Willy King, vertelt dat de wateroverlast veroorzaakt is door een dambreuk nabij het centrum. Dit zorgde ervoor dat het water abnormaal hoge standen heeft gekend in de afgelopen weken. Die breuk werd groter en het was dan tegenover de EBS en de EBS heeft toen hun motoren uitgeschakeld en zo uit, met voorbehoeds, vanwege voorbehoedszorg. En toen is men direct, de bestuursdienst is direct ingeschakeld. De Westland Sama groep, dat is die groep die de silo heeft, die is ook ingekomen gelijk en die hebben dan die dam gedicht en ze hebben gepompt. Later kreeg je weer hetzelfde. En toen begonnen die huizen te vullen met water. En dat was het oude gebied van Wageningen, dat noemen we Groene Dorp, Paddiedorp 1. En daar vooraan Kasba Barak en nog een paar plaatsen langs de Charolaislaan, hier rechtdoor. Die waren dan onder water. En toen heeft men nog gepompt en toen was het 1 dag helemaal, dus begonnen te zakken. Mensen begonnen hun huizen al schoon te maken, maar het leek. Dus natuurlijk is het ook climate change, want het heeft veel geregend. Je kreeg een hoge waterstand in de rivier en toen kwam het water heel kwaadaardig naar binnen. En het nam eigenlijk griezelige vormen aan. King zegt dat zij in haar tientallen jaren als bewoner van het district nooit zulke waterstanden heeft gezien. Bewoners vrezen dat bij zware regenval een soortgelijke situatie zich zal herhalen. Morgen komen wij terug op de situatie in Wageningen.